Een belangrijke fase in de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Eitunnel in Amsterdam werd deze dagen bereikt met het inbrengen van de eerste twee hulpbruggen in de spoorbaan ten oosten van het Centraal Station. Begonnen werd met het verwijderen van enkele eerder aangebrachte kleinere hulpbruggen en een gedeelte van het oude viaduct dat zich hier bevond. Met behulp van handlieren werden de brugstukken zijwaarts weggerold. Het werk werd op zondag uitgevoerd, omdat de treinenloop die normaal doorgang moet vinden dan minder frequent is. Toen de oude bruggedeelten verrold waren, werd de stalen pijlerwand van het oude viaduct losgebrand en vervolgens met domme krachten omgedrukt. Nadat ook nog enkele andere obstakels waren verwijderd, werd in de avonduren begonnen met het inrollen van de grote hulpbruggen, die ieder een lengte hebben van 40 meter en een gewicht van 720 ton. Met behulp van elektromotoren kunnen de brugdelen, waarvan er 6 geplaatst worden, in dwarsrichting weer worden weggerold. Dit zal binnenkort iedere nacht gebeuren na het passeren van de laatste trein, opdat men dan de damplaten kan heien voor de bouwput die hier een diepte krijgt van 24 meter. Dankzij deze verplaatsbare spoorbruggen zal men dus in staat zijn om de nodige werkzaamheden te verrichten, zonder dat de ongeveer 400 treinen die hier dagelijks passeren, vertraging zullen ondervinden.